Beste vrienden, hartelijk welkom op een Lectio Divina bij de teksten van de vierde zondag van de Advent. De vierde zondag is de laatste zondag en zo zijn we op weg naar Kerstmis. We gaan eerst samen de tekst lezen. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, ge zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen." Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: "Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van de Heer. Interessant. En daar liep aan, denk je? Toen ik daar was, kwamen er een paar zaken bij mij op. Hè. Het is natuurlijk een sterk verhaal met helemaal in het centrum God, maar ook een vrouw, een heel eenvoudig meisje, Maria. Dat is ons aandachtspunt in het verhaal. Maar er is nog iets anders. Alle woorden die wij horen in dit verhaal komen uit het Oude Testament. Allemaal. Al die uitdrukkingen, zelfs zoon van God,
Zoon van de Allerhoogste, mij geschieden naar uw woord, allemaal, dat is allemaal Oud Testament. Maar er gebeurt hier een transformatie al. Dat gebeurt me nog, hè, als we de, hebben, we lezen in ons bisdom het boek Handelingen. Mm-hmm. En daarin gebeurt dus een transformatie met het woord dankzegging, Eucharistijn. En is Eucharistijn in het begin van het evangelie nog gewoon dank u zeggen. Dank u dat je dit gedaan hebt, of dank u dat je dit gekregen hebt. Is dat op het einde van Handelingen, heeft dat al een hele nieuwe betekenis gekregen. En is dat de Eucharistie. En hetzelfde hebben we hier met deze woorden. Al die woorden van het Jodendom, van het Oude Testament, worden nu getransformeerd, veranderen, hè, Zoon van de Allerhoogste, ja, dat was een titel voor de koning van Israël, en die woorden worden getransformeerd en worden betrokken op een figuur die gaat komen, hè, en hij wordt al aangekondigd, het is Jezus. Ja, mooi. Interessant. Ja, ook voor mij zo opvallend dat de eerste de boodschap was aan Elisabeth verkondigd. Mm-hmm. Ja. Dus ze was de eerste, dus de oude vrouw, misschien teleurgesteld door, ja, door die zaak dat ze geen zoon had. Ja, is dat maar God wel gekregen een zoon. De eerste engel, ja, de boodschap naar Elisabeth, achteraf naar Maria. En Maria inderdaad is voor mij een beeld van iemand die gelovig is. Mm-hmm. En nu met Eva. Eva zegt nee tegen God. Maria, ja, mijn geschiedenis woord. Dat was echt interessant. En voor mij was die zin, want van God is niets onmogelijk, is, ik vind dat een heel krachtige zin, die ik ook vaak wel op me in laat werken, zo in het leven van vandaag. Zo het gegeven als alle hoop eigenlijk verdwenen is, als je inderdaad, ja, de hoop heb opgegeven voor een kind, maar dat kind wel ook wel ergens voor de vreugde en voor de hoop staat. En dat er dat dan toch komt, want God is sterker en ja, voor hem is niets onmogelijk. En die vreugde, die hoop, die zal komen, die troost van God, die zal komen. En ja, ook nu leven we vandaag in een tijd waarin, ja, alles super onzeker is geworden. Niemand van ons had dat een jaar geleden kunnen denken. Dus de adventtijd is ook, ja, in die zin, als ik voor mezelf spreek, krachtiger dan ooit. Meer dan ooit kijk ik uit naar Jezus, naar verlossing, naar hoop, naar troost. En geloof ik daar ook? Wil ik daar ook echt in geloven? En dan vind ik zo'n zin, want God, voor God is niets onmogelijk. Inderdaad, het voorbeeld van Maria om te geloven, maar ook het voorbeeld van Elisabeth. Ja, en misschien toch ook zelfs van Eva, want als je zegt Maria en Eva, ik denk dat ze ook wel aan elkaar verwant zijn. En ja, ik ben soms misschien Maria en soms ook Eva, soms. Ja, met alle goede dingen, met alle kwade dingen van dien, de uitgeleider die Eva heeft gemaakt, om dan toch inderdaad die appel te nemen en nee te zeggen tegen God. Ja, het is iets wat ons dagelijks overkomt. Maar dan toch telkens ja blijven zeggen en ja, je bewust te worden van je geloof in God. En van de hoop die op hem wil stellen. Dus
zit voor mij allemaal wel een beetje in die ene zin. Voor God is niets onmogelijk. Een centrale zin die ik opmerk is, maar hoe moet dat dan? Hoe zal dat geschieden? En die ene zin, voor God is niet zo mogelijk, is daar een antwoord op. Ja. En er is vaak in ons leven dat we ons afvragen, maar hoe moet dat nu? Hè? Mm-hmm. Hoe moet dat nu? Hoe geraken we daar nu door? Hè? Er gebeurt iets in ons leven, soms vreugdevol, maar vaak ook als last. Hoe moeten we daar nu door? Ja. En de vraag wordt gesteld en God zelf geeft een antwoord. Ja, dat is ook in het Lorate-Cheli wat we al heel lang zingen. Hè? De eerste drie strofen is, ja, wordt onze hoop, ons verlangen, ons berouw wordt uitgezongen. Maar de vierde strofe, dat begint eigenlijk met God die antwoordt. Ja. Je zult getroost worden, ik zal zijn, ik heb het beloofd. En ja, dat maakt het voor mij ook gewoon heel mooi, echt. En heel krachtig en ook vol vertrouwen, ja. Maar Maria spreekt eigenlijk, hè, voor ons. Ja. Zij is van ons, hè. En ze spreekt dat ook uit, hoe zal dat allemaal gebeuren, ja. Ja. Ja, ik snap echt heel goed dat ze wel een beetje bang was ook misschien, hè. Ja, natuurlijk, en de eerste woorden van Gabriel, er is niet Maria, ja. Er is niet. We leven ook een maatschappij dat ook mensen zijn baan zijn, wat er gebeuren, ja, met de corona, met de anderen, met de broosheid. Maar denk ik, God zegt, maar er is niet, omdat je hebt genade bij God gevonden. En dus de grote boodschap van de Advent ook, dat er is niet, God is bij ons. Ja, en ik denk dat Maria dat zeker wel besefte, maar op het moment dat iemand jou aanspreekt met de woorden wees niet bang of niet schrikken, ja, wat doe je dan? Dan schrik je toch? Nou ja, maar inderdaad, het geloof overwint al. Hè? Maar ook antwoord, zie, de dienst maakt des Heren, zo'n nederig antwoord. Ja. Ik ben amper in dienst voor u, ik ben zo klein, ik ben een Heer, ik ben dienstbaar. Ja, af en toe, we zien dat mensen kunnen als God stellen, gewoon zelf beslissen. Maar Maria geeft ons voorbeeld om dienst te stellen, zich tot God. En mijn geschieden naar je woord. We worden ook heel moeilijk. Luisteren naar Gods woorden en naar hem, ja, een beetje gehoorzaam blijven. Mijn geschieden naar je woord. Ik wil altijd mijn wil opdrukken. Ja. Maar Maria legt, nee, God is de eerste. De eerste, ja. Ja, dus de vierde zondag Advent is fantastisch. Mooie boodschap. En ik ga zo ook met twee, drie zintjes samenvatten. De boodschap uit dit evangelie. Wees niet bang, vertrouw op God, hij zal ons willen redden. Aja Saskia, is Kevin. Voor God is niets onmogelijk. Ja. Ja, voor mij, dat is erg, er is niet gewoon. En nog, verheugt u, is blij. Omdat God is bij ons, in zijn kerk, ook in de mensen. En wij nog gezond zijn, we hebben ook een mooie parochie, we zijn ook dankbaar voor God. Dankjewel, beste. Dank u wel. Dank u wel.